We werkten alle twee bij de Amsterdamse UvA. En als op een gegeven ogenblik waren we ook collega's zijn geworden. Hij was 10 jaar jonger en is 10 jaar jonger dan ik. En daar was meteen een klik, een leuke jonge collega, ontmoet meer dan 50 jaar geleden op de Universiteit van Amsterdam, als docent in sociale geografie. Maurice is natuurlijk heel intelligent, heel geestig en heel creatief. En dat is een combi waar ik heel erg van hou. Dus hij viel me op. Hij gaf statistiek in die tijd. En dat had ik ook een tijdje gedaan. Ik was dus ook erg blij dat het handen kon geven. En ben met een andere tak van sport ben gaan bemoeien. Wel als docent sociale geografie. Wij hebben samen op de universiteit dus een studentenles gegeven. En waren zelf van het... maakte deel uit van een klein clubje van docenten. En daarna hebben we onderzoek samen gedaan. En daar werden we toen zo doorgepakt dat we besloten hebben om samen een eigen onderzoekbureau van start te laten gaan in 1977. En dat was het Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, CBION. En wij deden zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek. En Maurice als eerste kreeg een groot onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, waar Gruyters toen zat, naar de behoefte aan huisvesting voor 1 en 2 persoons huishoudens, omdat zij in hun programma hadden staan toen ze gingen regeren, dat iedereen van 18 jaar, let op, recht had op een eigen huis. Nou, Maurice dus uitrekenen en nagaan hoeveel huizen daarvoor nodig zouden zijn. En ik hield mij bezig met het kwalitatief onderzoek, met inspraak van bewoners bij de totstandkoming van nieuwe wijken, met woonwaarderingsonderzoek. Kortom, met allemaal dingen die toch wel kwamen in opdracht van gemeente, van het Rijk, van de provincie. Wij hadden dus eigenlijk geen commerciële opdrachtgevers. Het was beleidsonderzoek. Het bedrijf is geëindigd doordat ik gevraagd werd staatssecretaris te worden. Maurice werd gevraagd, toen al natuurlijk bekend door zijn interessante onderzoek. En hij begon toen ook bij ons al met peilen van politieke opvattingen, meningen, verkiezingsuitkomsten. Hij was de eerste erin en hij kwam iedere week in de Rode Haan om de uitkomsten van zijn peilingen mee te delen. Dus Maurice was er gevraagd iemand, ook door een ander marktbureau. Ik ging naar de politiek, naar Den Haag. En het bureau is onder andere voortgezet, het is naar anderen overgegaan. We zijn totaal verschillend. Wij hebben nooit knetterende ruzie gehad. We zijn het wel eens oneens geweest met elkaar. Maar ik zei je, het klikte tussen ons. Hij toch een veel jonger iemand, want 10 jaar verschil is veel groter als je in de 20 bent, zoals Maurice toen, dan wanneer je in de 70 bent. Dan is die 10 jaar wel wat kleiner. Maar Maurice, die is niet dankzij al zijn goede eigenschappen, maar ondanks de dingen die ik dan minder interessant of goed vind, zijn we dikke vrienden. Dat is voor mij ook het kenmerk van de ware vriendschap. Ik heb niet zoveel vrienden die ik zo ken als Maurice en die ik op die manier waardeer. Niet dankzij, maar ondanks. Dat is voor mij eigenlijk het criterium van een ware vriendschap. En dat is door de jaren heen nooit anders geworden. Ik heb Maurice in zijn werk, maar vooral in zijn privéleven, altijd naast me, bij me gehad.
En hij mij. Dat is iets wat ik wel kan zeggen en wat ik eigenlijk met niemand anders zo lang heb gehad. Kinders en ouders bijvoorbeeld ook heel goed. En ja, Sam en Jannie, ja, heel goed. Ging ik ook wel eens eten op vrijdagavond. En hij kende mijn moeder. Hij kende mijn toenmalige man, mijn kinderen. We kwamen dus regelmatig bij over de vloer, maar het zijn niet allemaal topverhalen en vrolijkheid en aardigheid. Ik heb Maurice natuurlijk ook zien overleven. De afschuwelijke ellendes, de ziekte en dood van zijn eerste vrouw, Jasmin. Nou ja, dat als ik denk, waarom bewonder ik iemand als Maurice? Door de manier waarop hij overeind is gebleven, de confrontatie is aangegaan met de naaste dingen die je kunnen overkomen. Een jonge vrouw dood, kinderen dood. Dat is bijna niet te begrijpen dat je niet alleen dat overleeft, maar dat je zo dicht bij die mensen staat, dat je de empathie hebt om dat mee te maken zonder er aan onderdoor te gaan. Daar is moed voor nodig, daar is liefde voor nodig en daar is trouw voor nodig. En dat zijn de eigenschappen van Maurice die ik ongelooflijk bewonder. En dat is dus de ondankskant. Dat hij die empathie, dat hij die heel erg heeft in de persoonlijke levenssfeer. En heel minder in de publieke sfeer. Althans, dat is niet het jasje wat hij aantrekt in de publieke sfeer. En dat wekt vaak irritatie op. Niet bij mij, want ik ken hem, ik weet hoe die is. Hij vecht voor zijn zaak. Hij is een terrier. Hij krijgt ook vaak gelijk in het eind, hoor. Maar dat is gewoon zo. Hij gaat door tot het eind. Wat het hem ook kost en hoeveel vijanden hij zich daarmee maakt. Nou ja, hij is niet bang. Dat is ook nog wat. Hij is niet bang. Maar toch is het een empathisch mens als je hem in de persoonlijke dieptepunten heb meegemaakt. Hij heeft ook hoogtepunten gekend. En hoogtepunten, dat is ook heel bijzonder van Maurice. Hij heeft hoogtepunten in de levens van anderen gecreëerd. Hij was het enige kind van zijn ouders, van Sam en Jannie. Het was wonderbaarlijk dat ze hem kregen na de oorlog, omdat zij dus niet. In het kamp, in een van die proeven had gezeten, waarbij mengelen, geloof ik, vrouwen vruchtbaarheid en onvruchtbaarheidsproeven deed op vrouwen. En wonder boven wonder hadden ze niet meer op gerekend, kregen ze na de oorlog Maurice. En Maurice heeft altijd gezorgd, nou, zo voorbeeldig lief te zijn voor die ouders, hun verjaardagen, hun andere hoogtepunten te versieren, de leukste dingen te bedenken. En het waren ook schatten. Het waren ook echt schatten, die mensen. Zo bijzonder als je die ellende achter je hebt, dat je dan zo liefdevol naar anderen in het leven kan staan. Niet alleen maar naar Maurice toe. Ik hield ook zielsveel van die mensen. Maar Maurice was, ze hadden het zich niet kunnen dromen dat een kind, het enige kind wat ze hadden en wat ze onverwacht eigenlijk kregen, zij letterlijk in de schoot geworpen, dat hij hen zo zou belonen door zo voorbeeldig te zijn. Zo knap natuurlijk. Of nooit te zeggen, ga jij eens aan je huiswerk. Zo liefdevol, zo aandachtig. Nou, dat kon niet beter. En altijd
als er iets te vieren viel, nou, dan stonden Sam en Jannie stonden werkelijk omringd door vreugde in het middelpunt. Fantastisch was dat. Dat heeft hij ook nog eens gedaan. Het huwelijk met Jasmin, dat eerste huwelijk, was ook. Jasmin was een hele geslaagde zakenvrouw, hoe jong ze ook was. En liet geloof ik badpakken maken in Israël. En was daar dan. Dat was toen in die tijd toch wel heel bijzonder hoor. Daar, zo begin 70e jaren. Dat mensen op en neer vlogen naar Israël. En daar een bedrijf hadden. En nou, dat ging heel succesvol. Die zetten ze af overal. Maar zij belden elkaar de hele dag. Dus dat was de hele dag door. Belde of Jasmin Maurice, waar ook ze was in Israël hier. En Maurice belde Jasmin. Nou, dat deed hij ook heel intens en leuk. Nou, hij heeft toch maar kans gezien om kinderen uit verschillende combinaties tot stand gekomen. Tot zijn vrienden en tot hun eigen vader te maken. Dat is ook wel bijzonder, die band. Dus dat kan net zo goed verkeerd kunnen gaan. Maar de kinderen uit dat volgend huwelijk, die zijn ondanks het feit dat dat huwelijk uiteen is gegaan, zijn ze toch blij met hun vader. En nou ja, laat ik dan nog even zeggen dat hij natuurlijk heel blij mag zijn dat hij nu een vrouw, een liefde, een grote liefde heeft gevonden. Ja, waar hij niet van had kunnen dromen. Zo mooi, zo slim, met zo'n begrip voor hem altijd een steunpilaar. En wat ze hem ook heeft kunnen geven, en dat heeft hij natuurlijk als Joodse, als kind van Joodse overlevers nooit gehad. Een hele grote, warme familie om hem heen. En ik geloof dat hij dat family life, wat hij zelf op die manier niet gekend heeft, dat hij daar ontzettend van geniet. En dat zij het doorgeefluik is geweest voor dat ene ontbrekende stuk in zijn leven, wat hij nu ook nog heeft. Wat ik dan zo heel bijzonder vind in Maurice, is hij dus ook ontzettend creatief. Hij vindt altijd iets om zijn talent, zijn intelligentie, zijn speurzin op los te laten. Het is het schrijven van boeken, het is het navogelen, hè, zoals die moordzaak. Dat is ongelooflijk. Hoe hij zich dan verdiept, ook weer in coronatijd, hoe hij zich verdiept in terreinen die hij nog niet eerder betreden heeft. En hoe hij in staat is om in vrij korte tijd daarin door te dringen en te komen met zijn opvattingen daarover. Die nieuwe kennis toegankelijk te maken voor anderen. Nee, dat is werkelijk heel, dat kom je niet zo vaak tegen. Iemand die intelligentie en zo creatief kan toepassen. Heel bijzonder. Hij was een enorm enthousiasteling over PC's en techniek en internet en altijd bezig met de nieuwste dingen. Hoe heeft hij, kon hij, kon hij jou daarin meenemen en of je overtuigen dat dat nuttig was? Hoe ging dat tussen jullie? Nou ja, ik liet me meteen totaal verpletteren. Maurice was daar zo enthousiast over. En ik had er geen opvattingen over. Ik volgde hem slaafs daarin. Omdat hij, ik zei het al, in ons bedrijf hadden wij een WAN. Nou, dat had nog niemand. Dat was een soort voorloper van de computer. Een super elektrische schrijfmachine die verder nog een heleboel andere dingen kon. Nou, natuurlijk werd dat aangeschaft. Dan ging ik toch niet zitten tutten van zouden we dat wel doen? Nee, ik vond het ongelooflijk. En hij was echt een van de eersten, want toen hij begon met die peilingen in dat radioprogramma De Rode Haan, toen Vermaard ventileerde de uitkomsten daarvan, toen gebruikte hij echt een van de eersten.
de computer in zijn werk. Nee, dat heeft hij altijd heel goed gedaan en altijd gebruikt voor dingen die mij natuurlijk ook interesseerden. Ik was ook heel erg geïnteresseerd in de uitkomsten nog, in de uitkomsten van de politieke peilingen en zijn opvattingen daarover. Ik lees hem iedere zondag, ja. Nu. Ja. Ja, dus je blijft, hij is, wat dat betreft is hij ook gewoon, hij is ermee begonnen met de wang, maar daarna alle nieuwe technieken die kwamen altijd, die kwamen op zijn pad. Daar was hij enthousiast over. Ja. En die verspreidde hij ook naar jou. Hij was een keer in Amerika geweest en kwam terug en voorspelde toen, de gigantische vlucht in Nederland binnen korte tijd, wat internet betrof. En ik dacht, nou, zo vaak zal het niet lopen. Nou, maar dat ging natuurlijk niet dwars liggen, want dan was je anderhalf uur bezig. Ik dacht wel zo vaak, hij had absoluut gelijk. Hij had gelijk. Hij heeft ook wel eens ongelijk gehad met onheilsvoorspellingen. Oh god, laat ik er niet aan beginnen. Tijdens de eeuwwisseling. Yeah. Dat viel allemaal wel mee. Ik heb nooit iets ingeslagen, omdat hij dacht daar een tekort aan zou komen. Maar... nou, als je niet dwars liggen, want nogmaals, dat kost tijd. Maar verder heeft hij echt een heel veel dingen. Was hij de eerste? En heb ik terecht niet dwars gelegen. Niet vanwege de tijd, maar omdat het ook gebeurde. Een aantal dingen heeft hij echt voorzien. En die hele, die gigantische ontwikkeling van internet, met daaraan gepaard, die social media, dat hij had daar al eerder dan de meeste van ons gewoon uitgetekend. Heb je ook een boek over geschreven trouwens. Hij heeft het te maken gehad met het feit dat mensen niet accepteren dat iemand niet twijfelt. Dat schijnt irritatie op te wekken. Dat iemand zo overtuigd is van zijn eigen gelijk. Mm-hmm. Nou, dat is zo, dat wekt irritatie, dat kan ik constateren. Ik ken Maurice, ik bedoel, als ik het niet met hem eens ben, dan zeg ik dat wel op gedempte toon. Maar het wekt mijn irritatie niet op, want zo is hij nu eenmaal. Hij is een gedreven, gepassioneerd persoon, mm-hmm. als hij met zoiets bezig is. En hij lijdt eronder dat... door zijn manier van presentatie van dat eigen gelijk, mensen er dan geen trek meer in hebben. En dat is natuurlijk ook heel onrechtvaardig, want dan heeft hij het wel, maar dan wordt hij afgerekend op de manier dat hij het niet zo leuk in de etalage heeft gezet. Ja, dat is niet eerlijk, maar hij heeft wel geprobeerd hoor, om wat anders naar buiten te komen als hij iets weer had gevonden. Maar als je gepassioneerd mens bent. Mm-hmm. Ik ben 22 jaar met een kunstenaar. Een gepassioneerde kunstenaar. Samen geweest. Dat is net zoiets. En dat is voor anderen soms niet te volgen. Dat begrijp ik wel. Mm-hmm. Maar je moet niet iemand gaan veranderen die zo is. Dat is onbegonnen werk. Dus ja. Dat kan niet. Dat is onbegonnen werk. Maurice is Maurice en blijft Maurice. En die kan niet ter wille van volgers zijn passie gaan verbuigen. Dat zou ook jammer zijn, moet hij niet doen. Mm-hmm. En degene die er het meest mee te maken heeft, is een vrouw die slim en onafhankelijk genoeg is. En die is ook wijs. En waardeert en accepteert hem om wat hij is. En dat hoort erbij. Heb je nog een gek verhaal wat je met Maurice hebt doorgemaakt? Nou, te veel anekdotes, weet je. Dat zijn er altijd al. Maar één ding was wel... nou, je het zo zegt, ik ben niet goed in anekdotes. Want het zijn er... De dag zit er vol mee. Maar... dat was wel typisch Maurice. Ik was... Ik had mijn auto eens een keer ergens laten staan. Zoals waar het niet mocht. Rond Koninginnedag of weet ik wat. Die was weggesleept.
En toen hadden ze ontdekt dat mijn rijbewijs verlopen was. En ik had er ook nooit... En toen moest ik opnieuw rijexamen doen. Nou, ik ging dat aan Maurice vertellen. Het was geloof ik ook in die tijd dat we dat bedrijf nog samen hadden. En ik zei, Jezus, ik moet mijn rijexamen overdoen. Ik reed al tientallen jaren. Nou, ik deed dat dus, dat praktische examen. En toen hadden ze de manier, de manier waarin het theoretische examen werd afgelegd, dat hadden ze veranderd, gemoderniseerd. Het waren dus multiple choice geworden. En ik had daar helemaal geen dag naar, ik weet het wel zo'n beetje. En ik zat toen in de Eerste Kamer. En ik zakte dus. Ik weet nog wat ik dacht. Oh, dan kan ik wel tussen bedrijven door even die theorie. Nou, ik zakte voor het theoretisch examen. Iedereen lachte zich suf. Want, nou, hij is gezakt voor de theorie. Toen moest ik dat dus overdoen. Ergens in Nieuw-West. Dat was de schande alleen al. En toen, toen haalde ik dat natuurlijk. En toen stond Maurice onderaan de trap. Ik kwam zo'n trap af. Stond hij daar met zo'n boeket. Alsof ik gepromoveerd was. voor de tweede keer een theoretisch rijexamen was geslaagd. Oh. Nou, dat is... Ik dacht werkelijk, ik vond het zo ontzettend hilarisch. Dat hij dan met een achterlijk boeket stond. alsof ik eindelijk er doorheen gestuurd was. Nou, dat is wel iets wat ik me zo, nou je zegt, herinner als iets wat ik heel grappig vond. Ja, nee, maar die corona was natuurlijk een voorbeeld van dat hij, hoe hij zijn intelligentie gebruikt om een terrein, dat was net zoals met de moordzaak toen die corona, alles uit te spitten wat hij kon vinden in buitenlandse tijdschriften. Waardoor hij absoluut er zoveel van wist dat de conclusies die hij daaruit trok voor mij absoluut acceptabel waren. En ik hem daar gelijk in gaf. En dat het weer heel typisch was dat hij... Niet werd gehonoreerd, omdat hij als een van de eerste bepaalde zaken ontdekte. En ze door de ontdekkingen van anderen, dezelfde, die wel werden geopenbaard. Nou, dat bracht wel. Maar Maurice zet zijn teleurstelling altijd om in een soort van aansporing om er toch mee door te gaan. En er zijn natuurlijk altijd mensen die hem niet meteen in het begin... Maar als je ziet hoeveel hij wist op een gegeven ogenblik. Mm-hmm. En het was niet zomaar omdat hij het uit zijn... Hij ging waar zeggen. Het is allemaal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek... op een terrein wat hij toch niet kende. Hij verdiept zich daar dan. Dat is dus die passie. En die terrierachtigheid, dat hij zich daar dan toch ingraaft en mee naar boven neemt. Dingen die hij voor het eerst aan de orde heeft gesteld. Hè, waardoor kinderen in slecht geventileerde klaslokalen. Hij was absoluut de eerste die daarmee aankwam. Dat die ventilatie en die snotterende kinderen die dat op ouders en grootouders overbrachten. Dat hij daarmee kwam. En wat drijft Maurice? Nou, laat ik het kort samenvatten. En dan doe ik het natuurlijk ook omdat we daarin elkaar herkennen. Dat nooit meer... Zonder dat wij daar iets daartegen in opstand komen, gebeurt wat er is gebeurd met onze families. Ik denk dat dat iets teweeg brengt waar je bijna verplicht bent om er door aangestoken te worden, om er je passie en je... En je werkdrift, je opwinding
aan te wijden. Dat wij overlevers zijn en dat je verplicht bent. En dat gaat vanzelf om onrechtvaardigheid te bestrijden. Mm-hmm. En als je maar. En domheid, onwetendheid, leidend tot zo'n drama, zo'n ramp. Nou, dat delen we. Maar ik denk dat mijn passie is om nu tot mijn 85ste zo onophoudelijk met de zaken te blijven bemoeien op mijn manier. En dat herken ik in Maurice, maar hij zou het zelf moeten zeggen, want dat kan ik niet voor hem doen. Wat wil je nog toewensen voor de komende jaren? Nou, kijk, hij is een jonkie, hè, vergeleken met mij. Dus ga door. Ga zo door. Zolang ik het kan, ga zo door. Verder weet ik niet, want hij zal, of ik dat nou zeg of niet, zal hij het doen.